Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd voor de maandelijkse favoriete video. En ik heb de favorieten van februari voor jullie. Ik heb alle producten weer verzameld op mijn schaal. En ik ga jullie dus producten laten zien. En ik vertel jullie gelijk waarom ze dus tot mijn favorieten van februari behoren. Dus als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten van februari, kijk dan zeker eventjes gezellig mee. Allereerst heb ik een product van Makeup Academy en dit is het Strobe & Glow Highlighting Kit. Deze komt uit de Makeup Academy luxe lijn. Tegenwoordig heeft Makeup Academy een luxe lijn gelanceerd met wat luxere producten die ook vaak qua verpakking en uiterlijk iets mooier zijn. Ja, dit is dus een highlight kit. Ik heb eerder ook al een keer bronze en highlighting van gehad. Dat is zo'n gouden verpakking. Die vond ik ook heel fijn. Maar nu is deze vind ik ook echt super goed. Ik ga hem even openmaken. Je ziet als eerste ook een spiegeltje wat altijd heel erg fijn is. Dan heb je bovenop heb je echt een poeder. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Met ook best wel een leuk patroontje erin. En als je hem dan openklapt, dan heb je hier nog een highlighter en deze heeft een shimmer. En dit is meer een vloeibare. Dit is meer een smeerbare highlighter. Die andere is echt een poeder en dit is echt meer een smeerbare. En wat heel erg mooi is qua combinatie om die poeder aan te brengen eerst. En dan deze smeerbare er overheen aan te brengen. Dat geeft echt een heel erg mooi effect. Ik moet zeggen dat deze best wel cool is. Dus hij is echt eigenlijk best wel een beetje wit. Maar je moet hem echt heel goed uitblenden. En ook je kwast even goed aftikken. Want er komt best wel veel poeder van af. Maar deze twee in combinatie zijn gewoon heel erg mooi. Omdat deze al dan weer heel ietsjes warmer is dan de poeder zelf. Maar al met al vond ik dit gewoon een heel erg fijn paletje. Dus het Strobe & Glow Highlight Kit van Makeup Academy Luxe is gewoon een heel leuk product als je van highlighters houdt. En je houdt ervan om een beetje mee te experimenteren. Dan is dit ook wel een leuk product. Dan heb ik 4 eyeliners van Essence. Helaas zijn ze uit het assortiment gegaan. Maar ik heb ze dus afgelopen maand nog wel gereviewd. Omdat ze tot februari verkrijgbaar waren. Het zijn de Liquid Ink eyeliners. En de namen staan er niet bij. Zet ik eventjes hieronder neer. Dit is een beetje een goudere tint. Een beetje koper lijkt het. En het pigment van deze eyeliners is echt heel erg goed. Ze hebben echt een heel dun kwastje. Je kunt er heel precies mee werken. En het pigment is heel intensief. Gewoon heel erg mooi ook om te zien. Het geeft je ogen bij sommige looks net een beetje dat extraatje wat je soms kunt gebruiken. Dus ik vond deze echt, echt geweldig. Nou, zoals ik dus net al zei, dit is een beetje een koperen, goudere-achtige. Dan heb ik een witte. Moet ik wel zeggen dat wit altijd best wel een beetje moeilijk te combineren is bij ooglooks. Maar voor het pigment is die echt super. Een paarse. Ja, en een zilverachtige, maar dit is best wel een bijzonder kleurtje, want die weerkaatst een beetje. Dus dat vond ik ook wel bijzonder eigenlijk. Deze eyeliners, ze zijn dus helaas niet meer verkrijgbaar, maar ik vond ze echt zo fijn dat ik ze nog wel even met jullie wilde delen in deze video. Dan heb ik deze mono oogschaduw van Catrice en dit is het Petite à Lumière Long Lasting Eyeshadow. De Petite à Lumière Long Lasting Eyeshadow moet ik dus zeggen. Ik heb de kleur 050 La Vie en Rose. Ja, het is heel vervelend. Kijk, als ik hem zo hou, zo hoort hij.
Maar de tekst zit omgekeerd geplakt. Dus ik denk dat het gewoon een drukfoutje is. Ik vind de verpakking sowieso al heel mooi. Dat zwarte, dat geeft net een beetje luxe, vind ik zelf. En zo ziet de oogschaduw eruit. Er zit echt veel pigment in ook. Toen ik hem ging swatchen leek hij vrij koel. Maar eenmaal op mijn ogen aangebracht was hij echt best wel warm. Dus dat vond ik echt wel heel verrassend dat hij zo'n warme kleur had. Ook de tekst Lumière staat erin, vind ik ook wel leuk gedaan. Goede pigmentatie, heel erg leuk. Mono oogschaduwtje weer van Catrice dus. Dan heb ik deze mascara van Maybelline. En dit is de Colossal Go Extreme Volume Mascara. Deze heeft ook zo'n heel groot borsteltje. En het leuke is, ik hoop dat hij blijft staan, nee. Hij heeft een zigzag steel, als je het goed kunt zien. Ik ga even die mascara zo zetten. Zo ziet het borsteltje eruit. Heel vol. Belooft veel volume. Maar die zigzagborstel of die zigzagsteel, dat is het hem. Die zorgt dus eigenlijk voor dat extraatje. En ik vind echt dat de mascara heel veel volume geeft. Meestal ben ik dat ook wel gewend bij de mascara's van Maybelline. Maar deze is me zeker ook niet tegengevallen. Er zit een dubbel pumpwand aan, zoals ze het zelf noemen. En daardoor krijg je dus die extreme volume. En dat is echt heel erg goed gelukt, want het is echt een hele fijne mascara. Dan heb ik twee nagellakjes van Essence. Helaas zijn deze ook uit het assortiment. Ik zal even kort uitleggen waarom ze dan toch in de video zitten. Zodra Essence eigenlijk, en dat geldt ook voor Catrice, de lijst bekend maakt met producten die het assortiment gaan verlaten, kijk ik altijd even in mijn reviewbakken of er nog producten zijn die ik heb liggen die dus dat assortiment gaan verlaten. En 9 van 10 keer heb ik er wel wat tussen zitten. En dan wil ik die toch nog even graag reviewen. Omdat ik het zonde vind om er helemaal geen aandacht aan te besteden. En zo kun je ook nog eventjes extra de druk leggen op dat het dan vaak nog iets goedkoper is. Omdat het er dan uitgaat. Dan kun je het vaak met korting kopen. Nou, dat geldt dus ook voor deze twee nagellakjes. Dit zijn de I Love Trends nagellakjes deze. Ik heb allereerst een nagellakje van The Metals. Een heel mooi kleurtje echt. Ik ga even kijken hoe deze heet. Dit was de 34 Turn Up The Volume. Ja, ik vond de dekking heel erg mooi. Ik vond de kleur heel erg mooi. Omdat hij inderdaad echt die metallic look heeft. Je ziet hier ook een heel licht wit kleurtje tussen zitten. Ik vond dit best wel een leuk effect geven. En was hier toch nog wel heel erg blij mee. Vind het ergens ook wel jammer dat deze nagellakjes uit het assortiment zijn gegaan. Dan heb ik uit de Porcelains kleuren heb ik de 52 Pretty Little Thing. En dit is een gewoon leuk roze lakje met een porseleinen effect, zeg maar. Ik zag er niet zo heel veel van terug, maar gewoon de kleur en de dekking was heel erg mooi. Ik heb het dopje scheef zitten en dat is niet de bedoeling, want dan gaat hij lekken. Ja hoor, laat hem vallen. De dekking was best wel goed en ook gewoon na één keer lakken vond ik hem al best wel dekkend. Na twee keer was hij helemaal perfect. Ja, omdat het kleurtje gewoon heel erg leuk is, dacht ik, ik breng hem toch nog even onder de aandacht, omdat hij toch bij mijn favorieten hoort. Dan heb ik de Liquid Metal Gel Eye Pencils van Catrice. En hier was ik ook heel enthousiast over. Dit zijn oogpotloden. Je kunt ze gebruiken op je waterlijn, maar zijn ook heel geschikt als eyeliner. Ze zitten echt vol pigment. Het zijn gewoon potloden die je omhoog draait. Hieronder zit een draaimechanisme die je dus omhoog kunt draaien. En je kunt ze echt zo fijn aanbrengen. De punt is heel stevig. Dus je kunt er echt een hele strakke lijn mee zetten. Waar ik altijd heel erg blij van word. En het pigment is gewoon zo geweldig. Dat ik echt fan ben van deze potloden.
Ik heb hem in de kleur 060 Lilac is Back in Nearly Black. Dat is dus een beetje een paarsachtige tint. 010 Black Stage. Het zit een beetje tussen zwart en grijs in. Het is echt een beetje een combinatie van. 050 Hazel de Hof. Deze is echt heel mooi, want dit is echt een soort ja, bruin koperachtige kleur. Echt ook heel erg mooi kleurtje ook. En de laatste die ik heb, dat is de 020 Bling Star. Deze vond ik ook heel erg mooi. Dit is wel een kleurtje die iets minder makkelijk te combineren is bij sommige looks. Maar met een beetje spelen kom je daar ook wel uit. En ook dit vond ik wel een bijzonder kleurtje. Dus deze potloden zijn echt aanraders. Omdat je er gewoon zowel eyeliner mee kunt zetten als op de waterlijn kunt gebruiken. Maar ik vond ze echt geweldig. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Essence. En dit is het Get Picture Ready Eyeshadow Palette. Heeft de naam 10123 Smile. Heel bijzonder was eigenlijk, dat moet ik even melden. Want deze stond dus ook bij de nieuwe producten die vanaf afgelopen maand in de winkel liggen. Dus vanaf februari waren de nieuwe producten te koop van Essence en zowel Catrice. Deze stond ook op de lijst, maar deze is dus afgelopen augustus al uitgekomen. Dus ik denk dat dit een klein foutje was, want hij had ook precies dezelfde naam. Het was gewoon hetzelfde palet, hè. Maar ik vind dit palet ook heel erg bijzonder, want het ziet er heel anders uit dan wat we van Essence gewend zijn. Je hebt ook een spiegeltje hier, die we even omhoog klappen, zodat we er geen last van hebben. Dit zijn dan de kleuren. Je ziet ook de Cat Picture Ready tekst erin staan. Heel erg leuk gedaan. Heel gepigmenteerd ook. Ik moet wel zeggen, ze zijn wel poederig. Dat kun je vooral hier zien waar ik in heb gedipt. Je ziet toch al kleine putjes erin zitten. Maar als je ze heel goed aftikt, zijn ze eigenlijk heel erg goed te doen. Je kunt er echt hele mooie looks mee creëren. Ook is het applicatortje wat het erbij krijgt, is best wel luxe. Er zit een sponsje aan en hier heb je gewoon kwastje. Ik gebruik persoonlijk de applicators nooit die erbij zitten, omdat ik liever mijn eigen kwasten gebruik. Maar zeker als je bijvoorbeeld nog niet een hele grote kwastenstash hebt, is het wel heel handig dat dit erbij zit. Ik ben echt heel tevreden over dit paletten. Ik moet wel zeggen dat je hier al iets van de kleuren kunt zien. En dat komt niet helemaal overeen, vind ik persoonlijk, als wat er in het paletten zit. Dit oogt veel donkerder, terwijl deze kleuren zijn echt wel lichter. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik er dan op aan te merken heb. Maar voor de rest is het gewoon een heel mooi paletten. Ook dit is een soort van, het lijkt een beetje zo'n soort 3D effect. Het is niet dat het verkleurt, maar zo voelt het wel. Het voelt niet heel goedkoop aan. Dus ik vind echt dat Essence daar echt heel erg in vooruit is gegaan. Alleen al in de verpakking, maar ook in, in de oogschaduw zelf. Omdat het pigment heel erg goed is. Van Catrice heb ik de Brow Lifter en Highlighter. En dit is dus een product voor je wenkbrauwen. Die je dus eigenlijk een beetje een lift kunt geven. Je hebt hier ook aan deze kant heb je de lifter zelf. Dus deze is heel geschikt voor eigenlijk gewoon onder je wenkbrauwen, op het wenkbrauwbod, om dat gewoon wat hoger te laten lijken. Dit is dan de matte highlighter, zoals we het zelf noemen. En dan heb je hier de shimmer highlighter. Die is ook heel erg mooi. Die is heel erg mooi, ook vooral in de binnenste ooghoeken. Zou je ook nog overigens over de lifter heen aan kunnen brengen op je wenkbrauwbod, zodat je toch een beetje een beetje meer kleur daar creëert. Maar ik vond dit wel een heel fijn product, omdat het toch vaak wel mooier staat om ook het wenkbrauwbod te doen. En ik denk als je een palette bijvoorbeeld gebruikt waar geen highlighter in zit, is zo'n potlood echt een, heel fijn alternatief om te gebruiken. En ik vind het ook wel leuk dat je kunt kiezen uit zowel de matte als de shiny highlighter. Dus Catrice heeft daar gewoon heel erg goed over nagedacht. En ik vind dit echt een heel fijn product. Dan heb ik deze
combinatie van Essence. En dit is de Rock & Doll Volume Eye Opening Mascara. En de Rock & Doll Duo Stylist Eyeliner Pen. Ik zal even met de mascara beginnen. Ik vind allereerst de verpakking heel erg leuk met die stipjes. En dat roze ziet er gewoon heel vrolijk uit. Het borsteltje vind ik ook niet verkeerd. Even een beetje afdoen. Hij loopt een beetje schuin zoals je kunt zien. Waarmee je echt wel volume krijgt. Ik had echt best wel veel volume. Ook worden de wimpers echt elk apart geraakt. Wat ik ook heel fijn vind. Dat zie ik ook niet heel vaak. Maar door dat gebogen borsteltje kun je gewoon echt bij elke wimper. Ook zowel die wat meer naar de binnenste ooghoeken gaan. Dus dat vond ik echt een heel groot voordeel. Dan de eyeliner pen. Die vond ik ook heel erg fijn. Dit is een product waar je misschien even aan moet wennen. Want deze heeft een kleine balletje, klein balletje aan de uiteinden. Maar je kunt er wel hele mooie lijnen mee zetten. Best wel strak, maar ook wat breder. Ook wings kun je er echt heel erg goed mee zetten. En ja, ik vond dit echt wel een product waar je aan moet wennen. Maar als je hem eenmaal vaker gebruikt, dan leer er echt mee werken, zeg maar. En het is me zeker niet tegengevallen. Moet ik zeggen dat hij bij het swatchen minder zwart was als wat ik had gehoopt. Maar toen ik hem eenmaal had aangebracht op mijn oogleden, toen was hij wel intens zwart. Nou, hou ik van intens zwart. Dus dan is het bij mij al heel snel goed. Dus ook dit is echt een toppertje. En helemaal in combinatie van deze twee ziet er heel erg mooi uit, vind ik zelf. Dan ben ik alweer aangekomen bij het laatste product en dat is dit palette. Dit is het Golden Bar palette van iHeart Makeup. En hier zijn al vele reviews over geschreven, maar ook ik ben echt dol op dit palette. Kijk alleen al hoe prachtig die eruit ziet met dat goud en dat bruine. Er zitten 16 oogschaduws in, ik ga ze uiteraard aan je laten zien. Het eerste wat mij opviel, ik heb er een plasticje voor zitten. Ik laat altijd die plasticjes ervoor zitten. Normaal staan hier dus de namen op en mij was dat niet zo. Dus misschien als jullie er wel eentje hebben met de namen, vind ik het eigenlijk wel leuk om dat te laten weten. Want dan hebben ze er gewoon bij mij een blanco papiertje of blanco plasticje in gedaan. Uiteraard hebben we weer de duo applicator erbij, de grote spiegel. En dan zijn dit echt de kleuren. De kleuren hebben zoveel pigment. Nou zijn we dat natuurlijk al gewend van deze palettes. Maar wauw. Ik vind hem echt prachtig. Je ziet wel dat ze vrij poederig zijn. Want je ziet hier en daar echt heel erg goed waar ik in heb gedipt met mijn kwast. Maar ik ben gewoon weer super enthousiast. Omdat de kleuren weer zo mooi zijn. Dit is ook echt een palette wat echt totaal anders is dan de eerder uitgebrachte palettes, moet ik zelf zeggen. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik heb niet echt het... Ja, hij ruikt wel heel lichtjes naar chocola, maar niet zo intens als de vorige palettes. Die roken echt heel erg intens naar chocola. Maar gewoon alleen al het uiterlijk van deze paletten zijn prachtig. Pigment is goed, zijn ook heel betaalbaar. Ik geloof dat je 10 euro voor zo'n palette betaalt. En ja, voor zo'n palette met heel veel pigment is dat echt geen geld, vind ik persoonlijk. En ik ben echt verslaafd aan deze palettes. Ik wil ze ook eigenlijk gewoon allemaal gaan verzamelen, omdat ik het zo mooi vind. Dus dit is echt absoluut een favoriet van mij geworden. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van de maand februari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Meestal zeg ik het er altijd al bij. Er zijn weer veel low budget, maar ik review ook natuurlijk veel low budget producten. Dus je hebt altijd dat er heel veel Essence en Catrice bij zitten. Omdat ik er gewoon eigenlijk heel erg vaak gewoon tevreden over ben. En ja, dat is natuurlijk op zich gewoon hartstikke fijn, want dat zijn hele betaalbare merken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En als je de video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan wil ik je nu bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!